Even goede avond. Een lekker weekje vrij geweest. Heb je nog wat leuks gedaan? Ik heb afgelopen weekend een weekendje in Berlijn doorgebracht. En ik heb begrepen met speciale mensen? Met een paar jongens van de Treffers, ja. Ja, de keeper Niels Cornelis en Robin Jansen, de aanvoerder die nou geblesseerd is. Dus, ja, die spreken regelmatig, zijn goede vrienden van mij. Dus, ja. Nog over de wedstrijd van zaterdag gehad? Wat zei je? Over de wedstrijd van zaterdag gehad met ze? Aanstaande zaterdag? Hebben we het ook over gehad, onder andere. Maar ook vooral over andere dingen. Dus, Wat heb je ze verteld? Dat je gaat scoren? Als ik erin kom dat ik ga scoren en sowieso dat we de 3 punten mee naar huis nemen. Dus, Hoe vind je het seizoen voor jezelf gaan tot nu toe? Voor mezelf een beetje teleurstellend. Helemaal gezien vorig jaar eigenlijk alles gespeeld. Dit jaar, zoals jullie weten, een stuk minder. Ik wil gewoon altijd alles spelen. En dan is het wel eens lastig dat niet altijd het geval is. Doordat je mensen kent bij de Treffers, ken je team daardoor goed? Weet je wat je te wachten staat zaterdag? Ja, ik heb natuurlijk zelf 4 jaar gespeeld. Ik ken de jongens, ik kom bij de jongens thuis op verjaardagen en we gaan stappen en alles. Dus ik ken de club goed, het team goed, dus dat maakt het wel extra leuk, ja. Wat voor ploeg is het? Dit seizoen een ploeg die heel defensief speelt. Een beetje loeren op de counter. Een paar fysieke jongens voorin met snelheid. En daar gokken ze vooral op. Misschien niet individueel het beste team, maar als collectief staan ze waar ze nu staan. 4e, 5e geloof ik. Dus lastig te verslaan. En vorig jaar kan je nog wel goed herinneren, denk ik. 3-1 verloren. Hebben we nog wat recht te zetten wat dat betreft? Ja, vorig jaar verloren daar. Dus inderdaad zorgen dat dit jaar niet nog een keer gebeurt. Dan kijk ik even verder naar aanstaande dinsdag, FC Den Bosch. In hoeverre gaat dat meespelen zaterdag? Ik denk dat eerder zal gaan meespelen voor de week daarna, dat je misschien wat meer vermoeid bent. Maar voor nu is het gewoon volle focus op Treffers en dan zien we dinsdag wel wat er dinsdag gaat komen. Wanneer ben jij een tevreden man zaterdag in Groesbeek? Als wij winnen. En je speelt? Ja, en spelen natuurlijk, ja.